Leerlingen hebben steeds vaker contact met hun leraar buiten school. Onderwijsinstanties zeggen dat scholen hier zelf regels voor moeten opstellen. Hoe ver vindt u dat dit contact mag gaan? Het ligt er natuurlijk aan de leerling zelf. Hoe hij zijn best doet op school. En als hij dan dat niet doet, dan vind ik wel dat de leraar daar verder in mag gaan. Wel ver, want leerkrachten kunnen je ook helpen in je problemen. En je kan ze best wel veel zeggen, want op school zijn ze natuurlijk anders. Dan zijn ze meer streng tegen je en dat je dit en dat moet doen. Moeilijke vragen eventjes, dat je die na schooltijd nog kan stellen als je met je huiswerk in de problemen komt. En wat vindt u ervan als het dat verder gaat, dat contact? Nou, dat hoort niet, denk ik. Maar ik kan me een beetje voorstellen ook, geloof ik wel. Want die jonge meiden tegenwoordig, die zien er al uit als 18, als ze 13 jaar oud zijn. Ja, wanneer het nodig is om contact te hebben, vind ik dat geen, is het voor mij geen probleem. Ik ben altijd blij als mijn kinderen het gewoon vertellen. Dus dat ik wel weet wat voor contact er is met de leerkracht. Want uw kinderen hebben wel eens contact met een leerkracht buiten school? Ja. Waarover? Ja. Met name huiswerk. Met een groep bij elkaar vind ik het prima. Wij hebben het zelf meegemaakt dat de kinderen zelfs logeerden bij man en vrouw. En daar hebben we nog vriendschap mee, dus het kan wel op een normale manier. En ik was laatst naar Gambia geweest, ook met leerkrachten. En toen, toen was het wel, had je wel echt contact met ze en kon je wel de problemen die je had aan ze vertellen. Kijk, ik bedoel, normaal denk je daar niet aan dat een leerkracht verder gaat. En dat vind ik heel erg. Dank u wel. Nou.